geachte kijkers, luisteraars. Vandaag wil ik een strafrechtelijk onderwerp met u behandelen dat misschien een beetje civielrechtelijk zal klinken. De titel van het onderwerp: de beledigde partij. En wat is de beledigde partij? Uw recht als slachtoffer op vergoeding van geleden schade. Dat klinkt civielrechtelijk en toch is het een strafrechtelijk onderwerp. Waarom? Omdat ik ga lezen uit het wetboek van strafvordering. En ik zal beginnen bij artikel 316. Artikel 316 handelt over het begrip beledigde partij. En dan moet u dit woord niet letterlijk opvatten. U moet dat opvatten in de trant van de benadeelde persoon. Het slachtoffer. U weet, in een strafproces heb je in principe twee partijen. De verdachte aan de ene kant, op wie de artikelen van het wetboek van strafvordering en strafrecht van toepassing zijn. En aan de andere zijde is er een slachtoffer, de benadeelde. Laat ik voorop stellen dat in Suriname het slachtofferrecht een niet zo goed ontwikkeld is. Waarom zeg ik dat? Omdat in het wetboek van strafvordering de positie van het slachtoffer nog niet sterk geregeld is. Er zijn enkele bepalingen op grond waarvan gesteld kan worden dat het slachtoffer rechten heeft, maar de sterke positie zoals Nederland die kent, waarbij de rol en de positie van het slachtoffer in het strafproces sterker is vastgelegd, dat hebben wij in Suriname nog niet. En als ik een aanbeveling mag doen, dan zeg ik dat wij die stappen moeten doen om dat vast te leggen. Een slachtoffer doet de aangifte van een strafbaar feit, iets dat hem is overkomen of haar is overkomen. En na de aangifte, na het verhoor van het slachtoffer, als je als slachtoffer niet steeds bemoeienis houdt en voeling houdt met het parket, zul je niet veel meer horen over jouw zaak. Tenzij je als getuige wordt gedagvaard op de zitting in jouw eigen zaak. Maar veelal wordt de zaak buiten het slachtoffer om afgehandeld. Want niet in elke zaak is er de verplichting, of laat ik dat anders zeggen, niet in elke strafzaak wordt de aangever dan wel het slachtoffer opgeroepen om een getuigenis af te leggen. Dus de positie van het slachtoffer is nog niet zo sterk geregeld. En als u als slachtoffer iets is overkomen en u hebt schade geleden door die handeling, dan is de handeling die de verdachte naar u toe heeft gepleegd een onrechtmatige daad. En een onrechtmatige daad, die schade die u daardoor leidt, die moet vergoed worden. En daarvoor kunt u civielrechtelijk procederen. Maar het wetboek van strafvordering heeft de mogelijkheid gecreëerd. En die mogelijkheid, dat is genoemd in artikel 316. En die handelt over, zoals ik heb gezegd, de beledigde partij, de benadeelde partij, het slachtoffer. Laat ik lezen, artikel 316. De beledigde partij kan zich ter zake van haar vordering tot schadevergoeding voegen in het geding over de strafzaak in eerste aanleg. Let u op het woordje voegen en eerste aanleg. U weet, wij hebben twee rechtsinstanties. De kantonrechter, dat noemen wij berechtingen eerste aanleg. En wij hebben het hoger beroep, dat is het Hof van Justitie. En artikel 316 zegt, als je de beledigde partij bent, de benadeelde partij, kun je je in eerste aanleg voegen in de strafzaak. Voegen betekent, je komt erin. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat voegen? Dat gebeurt dus, zegt het artikel, op de terechtzitting, dus op de strafzitting.
door een opgave van de inhoud van de vordering. Dat betekent, u gaat een schriftelijk stuk presenteren waarin staat wat uw schade is. En natuurlijk gaat u dat onderbouwen met bonnen, met notas, met kwitanties. En dat schriftelijk stuk gaat u dus op de terechtzitting aan de desbetreffende rechter moeten overhandigen en zeggen, ik voeg mij, dan wel ik wil mij voegen in deze strafzaak van de verdachte. De verdachte heeft de handeling naar mij toe gedaan. Ik heb schade geleden en ik wil die schade vergoed krijgen en daarom voeg ik mij in deze strafzaak. En dan zal de rechter uw stukje ontvangst nemen. Maar u moet ook weten wanneer u die voeging doet. Omdat dit artikel ook zegt, de voeging geschiet op de terechtzitting door een opgave van de inhoud van de vordering uiterlijk voordat de vervolgingsambtenaar zijn vordering in gevolge artikel 297 overlegt. En wat is artikel 297? U weet, een strafzaak bestaat uit bepaalde stadium. Zaak wordt voorgedragen, de behandeling van de zitting gebeurt, verdachte wordt gehoord en dan komt het moment van requisitoor. Requisitoor betekent de officier gaat de strafeis presenteren. En dit artikel 316 zegt, voordat de officier aan het requisitoor begint, moet u zich hebben gevoegd als beledigde partij in de strafzaak. Als u na het requisitoor van de officier zich wilt voegen, dan hebt u geen kansen meer. Dat kan gewoon niet, omdat het woordje uiterlijk in artikel 316 aangeeft wanneer u het moet hebben gedaan. U kunt het op de eerste zitting doen, nadat de zaak is voorgedragen. U kunt het doen als getuigen nog gehoord worden, maar het moment dat het requisitoor gehouden is, dan kunt u dat niet. En wat is het nadeel daarvan? Omdat artikel 317 zegt, de beledigde partij die zich niet in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, is onbevoegd in het geding in hoger beroep. Dus als u uw kansen in eerste aanleg hebt verspeeld, dan zult u een hoger beroep ook geen kans kunnen maken. Zult zich niet meer kunnen voegen. Als u zich wilt voegen in de strafzaak, kunt u dat in persoon doen. Maar u mag het ook doen middels vertegenwoordiging. U mag zich doen bijstaan door een advocaat. U mag zich doen bijstaan door een andere gemachtigde. En als u zich als beledigde partij hebt gevoegd in een strafzaak, dan hebt u recht op de processtukken. In zoverre is dan uw positie als advocaat gewaarborgd. Omdat als u slachtoffer bent in een zaak en u zou een kopie willen van een strafdossier, dan krijgt u dat niet. Die positie is namelijk niet geregeld in het wetboek van strafvordering. Maar als u de beledigde partij bent en u hebt zich gevoegd in die strafzaak, dan hebt u wel recht op de stukken. En als zo uw voegingszaak behandeld wordt door de strafrechter, en de zaak moet in hoger beroep behandeld worden. Stel uw vordering is afgewezen en de zaak gaat in hoger beroep. Dan gaat die voegingszaak van u automatisch ook mee in hoger beroep. En is het maar gedeeltelijk toegewezen, dan wordt in hoger beroep die kwestie ook eveneens bekeken. Wat u ook wel moet weten is dat tegelijk met de strafzaak, tegelijk met die uitspraak in de strafzaak, er ook een uitspraak zal komen over uw vordering als beledigde partij. Als de verdachte is vrijgesproken, dan zal uw vordering tot schadevergoeding als beledigde partij ook worden afgewezen. Maar uiteraard mag het Openbaar Ministerie in beroep gaan. En zoals ik heb gezegd, als in beroep, in hoger beroep,
de strafzaak opnieuw behandeld wordt. En u had in eerste aanleg, dus bij de kantonrechter, uw voeging tijdig gedaan. Dan wordt uw voegingszaak ook in hoger beroep behandeld. Dat staat ook vastgelegd. Wat u moet weten, is dat u uw schadevordering schriftelijk moet presenteren. Met bewijsstukken. U zult namelijk als beledigde partij, dus als slachtoffer, als benadeelde partij, hebt u niet het recht in die voegingszaak om getuigen en deskundigen te horen. Artikel 320 zegt, de beledigde partij mag tot bewijs van de geleden schade of van het bedrag daarvan stukken overleggen, doch geen getuigen of deskundigen voorbrengen. Dus u hebt dat recht niet. Maar als er getuigen en deskundigen op de zitting zijn in de strafzaak, dan mag u als gevoegde partij wel vragen stellen aan de getuigen en deskundigen. Maar de vragen van u mogen geen betrekking hebben op de strafzaak, maar uw vragen moeten verband houden met de door u ingediende schadevergoeding. En als zo u op de juiste wijze de voeging hebt gedaan, de officier van justitie houdt haar requisitoor, de advocaat van de verdachte komt aan het woord, dan mag u als gevoegde partij, dan wel uw advocaat, mag dan ook het woord voeren. En dan komt het Openbaar Ministerie weer aan de beurt, de advocaat van de verdachte weer aan de beurt en uw advocaat als gevoegde partij krijgt ook weer de gelegenheid. Dat is allemaal geregeld in de wetgeving. Wat is van belang om u te voegen in een strafzaak? Civielrechtelijk procederen, dat weten we allemaal in Suriname, duurt helaas lang. Civiele zaken, vanwege diverse factoren, duurt de behandeling nogal lang. Maar in de strafzaak, als de rechter uw vordering tot schadevergoeding toewijst, dan hebt u gelijk, zoals wij dat noemen, een executoriale titel. Het vonnis geeft u dus het recht als beledigde partij om daarmee verder te gaan. Een beslaglegging op eigendommen van de verdachte die veroordeeld is. Met de beslaglegging de openbare verkoop vragen. En zo uw schade eruit vorderen. Maar laat ik u het onderscheid duidelijk maken tussen verdachte en dader. Als iemand veroordeeld is, als de verdachte veroordeeld is, dan is de verdachte van de status verdachte geworden dader, veroordeelde. Maar als die desbetreffende verdachte tegen de uitspraak in eerste aanleg hoger beroep aantekent, dan is de status ongewijzigd zolang je niet in hoger beroep veroordeeld is. En dat betekent dus ook dat uw vordering als beledigde partij ook mee zal gaan in hoger beroep en u dus de executoriale titel niet zal verkrijgen. Het is daarom even een feit van, zult u zich voegen als beledigde partij of zult u civielrechtelijk procederen? Het zijn beide twee aparte zaken, civielrechtelijk, strafrechtelijk. Feit is dat een schade die genoemd wordt, die gevorderd wordt, een bewezen schade zal moeten zijn. Wat ik u als advies wil meegeven, mocht u slachtoffer zijn in een strafzaak en u wilt weten hoe uw zaak verloopt, laat u zich informeren door het parket. U kunt met de desbetreffende officier afstemmen. Vragen hoe dat loopt met uw zaak. Wat is de uitkomst? En mocht de zaak met de vrijspraak voor de verdachte eindigen, dan mag u altijd vragen. Officier, zult u in hoger beroep gaan? Ik hoop dat u vandaag mooie informatie hebt gehad. Ik zal proberen om in een van de afleveringen mogelijk een gesprek te hebben met een officier van justitie. Dan wel een keer met een deurwaarder om u van die zijde ook wat andere informatie te geven.
Het is geen belofte die ik u doe. Het is iets dat wij mogelijk in de toekomst in dit programma ook zullen presenteren. Ik zeg u dank voor het kijken en luisteren. Goedenavond.